Welkom bij Alphenstad TV Sport. U krijgt een samenvatting van de wedstrijd ARC VVA 71 in de hoofdklasse op de zaterdag. VVA 71, kanshebber voor de periodetitel, verloor vorige week met 6-1 van Terlede, een van de andere kanshebbers. En ARC de vorige keer tegen Montfoort, verloren met 2-1. Dezelfde opstelling als in die wedstrijd tegen Montfoort mag van coach Van den Berg het veld in. Opvallend bij de wisselspelers is de terugkeer van Marcel Vondeling. Hij is na 8 maanden blessure weer terug bij de selectie. Begint nog op de bank, maar zal later in het veld gaan verschijnen. In het begin van de wedstrijd zat VVA 71, afkomstig uit Achterberg in de buurt van Veenendaal en Reden, fel op de bal. En hier is al het gelijk, het eerste doelpunt na 2 minuten. Doelpuntenmaker is Simon Eikermans. Hij scoort na een steekpaas die hij keurig heeft gekregen en verschalkt keeper Tony van Ooy, die er ook niet 100% uitziet bij deze eerste goal. Balverlies is van Jury Looijenstein. En dan komt de steekpaas van Krikke op Eikermans. En die meet met zijn snelheid daar wel raad mee. Onder van Ooy door. En zo staat het na 2 minuten 1-0 voor de bezoekers. Ik zei het al, ARC werd onder druk gezet. Kreeg geen gelegenheid om lekker op te bouwen. Hier ook Adai met Eikermans bij zich. Dan gaat de paas richting Van Maarseveen. En die krijgt hem dan niet bij de opkomende trommel. En dan kan VVA weer. Chen. Ziet Halou vrij staan en neemt hem in 1 keer op de slof. En verschalkt daar Van Ooy, die kwaad is op zijn verdediging. Dat Chen zomaar mocht opkomen. Hij kreeg alle ruimte. En Halou haalt uit van zo'n 14 meter. En binnen 5 minuten al 2-0 achter voor ARC. Labots wint het duel. Eigen helft. Gaat dan langs zijn eerste tegenstander. En heeft snelheid met de bal. En kan uithalen en scoren. En dan zijn we in de 8e minuut van deze wedstrijd. En dan zijn er al 3 doelpunten gescoord. En is ARC weer terug naar die flitsende start van VVA 71. Gert Labots mocht zomaar doorlopen vanaf eigen helft. En scoort de 1-2. En ARC ging door. En VVA bleef storen. Stofkoper. Ziet Chen daar lopen met een afstandsschot. Deze keer wel Tony van Ooy bij de bal. Weliswaar ten koste van een corner. Waar overigens verder niks uitkwam. VVA weer in de aanval. Hakje daar van Merk. Het steekpaasje is op Marbou. En Marbou loopt over Tony van Ooy heen. Die kon daar niks aan doen. Het hakje, het nonchalante hakje van Jeroen Merk, leidde tot balverlies. Gelijk de steekpaas op de snelle back die meekwam. Dat is Murat Marbou. En hij maakte de 3-1 voor VVA. Mooi lopje van de rand van het strafschopgebied. Keurig gedaan. Van Ooy kansloos. Adai, de lange paas. Van den Berg komt er niet aan, maar krijgt wel een corner. En ARC was meer aan het dringen. Kroop uit de schulp en probeerde die aansluitingstreffer te maken. Corner genomen. Komt de bal bij Adai. Kan draai schieten. Die bal wordt gered. Ommel. Bal wordt van de Rijn gered. En dan weer een nieuwe kans met die bal ingebracht. Ommel dan weer. Labots probeert het dan een keer. Ommel nog een keer. Adai wordt dan gevloerd. Wordt niet voor gefloten. En dan is de overtreding daar van Jeffrey van den Berg. Uit frustratie. Maar wat een kansen had ARC daar voor die goal van VVA. En het had zomaar 2-3 kunnen staan. Gebeurde niet. En Marcel Vondeling loopt zich warm. Zijdeveld. Lange paas. In het niets. Dan krijgt Van den Berg nog met geluk die bal. Ziet Merk lopen daar aan de rechterkant. Jeroen Merk moet dan gaan voorgeven. Ommel voor de goal. En Ommel was net even 1 stapje te ver doorgelopen. En dan gaat die bal over de goal heen van keeper Kremers.
en blijft het 3-1. Dan gaat Seideveld na een half uur van het veld en gaat Marcel Vondeling na 8 maanden afwezigheid weer zijn rentree maken in het eerste bij ARC. Tegen de rust, ARC jaagt op de 3-2. Milan Berk-Bellekamp naar voren. Maar hij komt niet aan de bal. Dan is het VVA wat weer kan uitverdedigen. Chen hier aan de bal. Gaat richting een strafschopgebied. Ziet dat Krikke is meegekomen. Die krijgt de bal niet goed mee. Moet dan terug. Hallo, ziet Chen bij de tweede paal. Bal net even te lang. En dan is Berk-Bellekamp weer helemaal teruggekomen. En maakt een overtreding. Volgens de scheidsrechter zwaar genoeg om een penalty te geven. Lijkt zwaar bestraft deze overtreding. Maar zo ervaren als hij is, Milan Berk-Bellekamp, zou je toch moeten weten dat je zo'n actie in het strafschopgebied niet moet doen. En dus een 11 meter trap. En Hallou mag de 4-1 op het bord gaan zetten vlak voor rust. En zo kijkt ARC in de rust tegen een stevige achterstand aan van 4-1. Van Ooy kansloos. ARC moet dus aan de bak in de tweede helft, maar begint al gelijk met de rug tegen de muur. Want de ploeg uit Achterberg heeft weer balbezit. Eikemans. Overtreding. Een vrije trap die genomen gaat worden door Krikke. Hij legt de bal op de lat. Van Ooy eronder door en is Eikemans daar eerder bij. Heeft een neusje voor de goal, deze spits Simon Eikemans. En hij pakt de terugspringende bal van de lat. Van Ooy ernaast. Bal op de lat. En Eikemans sneller dan wie dan ook bij die bal om de 5-1 op het scorebord te brengen. En dan is de tweede helft nog maar net bezig en is ARC kansloos. Uitbraak nu. Adai ziet daar Brian van Delft lopen. Hij is in het veld gekomen voor Jeffrey van den Berg. Maar schiet de bal voorlangs. Looijenstein. Met Van Maarseveen. Stuurt Merk weg, maar komt er niet aan. En dan is het Eikemans die daar helemaal vrij staat. Zo het strafschopgebied kan binnenlopen. En een slim balletje langs Van Ooy nog wel even aan zat. Maar niet kan voorkomen dat de 6-1 op het scorebord komt. Helemaal vrij. De uitblinker van de wedstrijd, Simon Eikemans. De bal gaat tergend langzaam over de lijn. En zo verliest ARC deze wedstrijd tegen VVA 71. Kansloos. Met 6-1. Ook deze laatste kans. Afstandsschotje van Merk. Geen overtuiging. Het is heel simpel. Als je niet de bereidheid hebt om er met z'n allen voor te gaan en keihard te werken. En je hebt niet de kwaliteiten om een ploeg voetballend weg te spelen. Ja, dan zie je dat wij vandaag gewoon heel veel tekort komen. Omdat we niet de beleving, de bezieling, de wil, de bereidheid hebben om duels te winnen. Om mee te lopen met de tegenstander. Ja, en dan worden we gewoon weggecounterd en weggespeeld. En dan komen we op allerlei manieren tekort. Als je ziet dat we na 5 minuten al 2-0 achter staan. En ja, dat in principe de kans die ze krijgen gewoon een goal is. Dan zakt op een gegeven moment wel gewoon de moed in je schoenen. En dan zie je dat ook gewoon bij de anderen. Ja, gewoon door het hele team heen. Niet meer gesproken, kopjes hangen. Ja, het spreekboek delen. Kijk, ik heb al meerdere gezegd. We hebben een aardig ploegje als iedereen de bereidheid heeft om ervoor te gaan en duels te winnen. Maar ja, als we dat niet doen en als wij denken dat we een aardige ploeg hebben, dan hebben we niet de strijd aangaan. Dan zijn we zo gewoon beperkt. En dan moeten we gewoon uit gaan kijken en naar beneden gaan kijken. Want ja, dan kunnen we gewoon in de problemen komen. Want de concurrenten halen allemaal punten en wij blijven gewoon op 9 staan. Dat lijkt alweer een rode draad te worden in dit seizoen. Nog maar 8 wedstrijden onderweg. En je hebt al dergelijke uitspraken al vaker gedaan gedurende die periode dat je bij ARC zit. Is het nou echt zo dramatisch? En draait het nog een keertje om? Of zeg je gewoon van ja, nee, het kan niet anders zo?
Nou ja, kijk, het is bij ARC zo, en dat heb ik eigenlijk al vanaf dag 1 gezien. Als wij, we hebben een hele krappe selectie, en dat is gewoon zo. Kijk, en er komen ook jongens terug van hele langdurige blessures, die eigenlijk gelijkdragende spelers zijn. En als je dan vandaag tegen een VVA speelt, waar gewoon nog zes basisspelers ontbreken. Maar wij spelen met onze beste spelers die we hebben. Nou ja, en dat baart me wel zorgen. Dat we in de breedte qua selectie heel weinig kunnen. En bij elke tegenslag die we hebben, ja, we hebben niet een bank waardoor we heel veel beter worden. Dus ja, dat baart me wel zorgen. En zeker als we zo spelen als vandaag.